Ja, ze zijn er weer. Je hoort het aan hun heel eigen geluid. Rotganzen. Eindelijk, het Waddengebied. Na een lange tocht uit het ijskoude Noord-Siberië komen ze in oktober aan. Dan is Nederland een perfecte plek voor rotganzen om te overwinteren. Er is voedsel in overvloed. Zij zijn de enige soort ganzen die zo dicht bij de zee overwinteren. Rotganzen zijn echte grazers, op zoek naar geschikt voedsel. Op het natte wad eten ze bij laagtij wieren. En bij hoogtij vliegen ze naar de kwelders. Hier staan lekkere kwelderplanten, zoals zeeweegbree en kweldergras. Maar hazen in de kwelder eten ook zeeweegbree en kweldergras. Je zou denken, dat is onhandig. Ze zitten elkaar in de weg. Gelukkig niet. Hazen eten de lekkere planten juist kort. En hier houdt juist de rotgans van. Zo helpen de hazen de rotganzen. Als het voedsel opraakt op de kwelders, trekken de rotganzen soms naar de landbouwgronden. Niet zo leuk voor boeren omdat ze alles onderpoepen en kaalvreten. Daarom is het belangrijk om goed voor de kwelders te zorgen. Zo zijn de rotganzen de boeren niet tot last. Voor de rotganzen is het Nederlandse Waddengebied van levensbelang. Daar vinden ze de broodnodige energie om een lange reis te kunnen maken. Eind mei vertrekken ze weer richting Noord-Siberië om daar hun jongen groot te brengen.